Goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit hier een beetje verstopt achter de flesjes. Wat heb je vandaag nodig? Eigenlijk heb je 3 bierflesjes nodig, of 3 flessen eigenlijk. En als je nog een nieuw experiment wil doen, heb je ook nog een grote fles nodig. Met een beetje water erin, want dan kun je even horen wat het verschil is. We hebben laatst die vlog gedaan met die glaasjes, waarin het ene glaasje heel veel water zat, toen een beetje minder, toen nog een beetje minder. Dat veranderde de klank. Wat gebeurde er ook alweer? Als een glaasje heel vol zat, klonk hij dan heel hoog of juist heel laag? Ja, inderdaad. Hij klonk heel laag. Want hoe groter iets is, hoe lager het klinkt. Oké, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag een liedje spelen van de Rolling Stones. De bovenbouw krijgt er nog een hele les van mij over. Gaan we het weer hebben over de Rolling Stones en waar ze vandaan komen, wat voor muziekstijl ze maken. Maar vandaag gaan we dit liedje spelen. Misschien kennen jullie het wel. Ik zal jullie even laten horen. Lopen gaan we spelen. Pam pam da 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 da. Dat stukje gaan we spelen. 3 flesjes heb je dus nodig. Ik heb mijn 4 erbij gezet. Veel water, een beetje minder water, nog een beetje minder water. En dan klinkt dat zo. Je moet best een beetje moeilijk eroverheen. Je onderlip steunt eigenlijk op het flesje. En dan blaas je over je lip heen. Het gaat niet zo snel, het is best lastig om te schuiven, maar volgens mij moet het jullie wel lukken. Dus je krijgt... Nou, volgens mij moeten jullie dat kunnen. Ik ben heel erg benieuwd naar de filmpjes. Wat gebeurt er nou als je zo'n hele grote fles hebt? Klinkt het dan weer heel laag of juist super hoog? Wat denken jullie bij zo'n grote fles? Natuurlijk klinkt het heel erg laag, want hoe groter iets is, hoe lager het klinkt. Luister maar. Horen jullie een heel laag geluid? Onthoud dat goed. Jongens, heel veel succes en we zien elkaar morgen. Dag!